Nou, dag allemaal. Dit is de bespreking van wat in de twee boeken is, respectievelijk Eisma boek, hoofdstuk 11 en 14 in het boek van Hermaeum. En dat gaat om een klein stukje. Het gaat om het jaar 206 voor Christus. Nou, een jaar dat eigenlijk een beetje een rampjaar is voor Hannibal, aan de ene kant. Aan de andere kant is ook een relatief rustig jaar. Zijn broer Hasdrubal, die ook over de Alpen getrokken was en in Italië is gekomen, heeft verloren en hij is zelf gesneuveld. Dus hij heeft een dubbele verdriet te verwerken. Enerzijds dat nou ja, de oorlog niet goed gaat, want de versterking die geboden zou worden, heeft niet gewerkt. En aan de andere kant in de privésfeer ook, het feit dat je broer gesneuveld is, is gewoon hard voor Hannibal. En Livius geeft hier commentaar op de situatie. We gaan naar de tekst kijken. En hij is relatief positief, vandaar dat het in het boek van Hermaeon heet, het hoofdstukje Lof voor Hannibal, omdat het hem lukt met een vreemd leger, wat hij heeft, toch nog wel nou ja, alles bij elkaar te houden. En hier wordt het hier besproken. Dat jaar. Eo anno, cum Annibale met Hannibal, nihil gestum est, werd er geen oorlog gevoerd, werd er niet gevochten. En hier komt een reden, want hij vertoonde zichzelf, hij zelf vertoonde zichzelf bij een zoon recent na verwonding op de publieke en de private sfeer. Nou, dus dit bedoeld wordt, nou ja, het feit dat de oorlog dus niet goed gaat en dit, het verliezen van zijn broer, hij zich niet vertoonde. Dus hij trok zich een beetje terug. En omdat, want de Romeinen hem, eeuw moet je hier aanvullen, quietum, zolang die rustig bleef, zolang hij zelf ook niets doet, niet uitdaagden. Dit is een perfecte gesyncopeerde, de V is weggebleven. Ze dachten, Ken Sebat, dat is het hoofdwerkwoord van deze laatste zin, dat er zoveel kracht, klein hyperbaton hier, tamtam, vim, vim, zoek je nou op met vis, een woord dat heel veel gebruikt wordt en de meervoud daarvan is vires, niet te verwarren met vir, viri, dat is man. Zoveel kracht was in die ene leider, namelijk Hannibal, ook al opnia alia, alle andere dingen, circa eum, rondom hem, instortte. Want, en wordt hier verder uitgewerkt zometeen, dat hij dus, nou ja, verder het niet makkelijk heeft. Dus, maar ondanks dat, de Romeinen denken nog steeds dat hij zo'n sterke leider is, dat je hem beter niet moet uitdagen. En dus ze laten hem daar in Zuid-Italië met zijn leger. Onmiddels heeft hij ook in Zuid-Italië veel invloed verloren. En want één stukje dat daarvoor staat, dat je leest in vertaling, is dat hij de stad Tarentum, die hij veroverd had, dat is een stukje dat je wel in het Latijn moet lezen. Maar vervolgens in het Nederlands staat dat de Romeinen die stad weer, nou ja, in hun invloed krijgen. Dus hij wordt steeds meer geïsoleerd, als het ware. En hier komt het dus inderdaad, nou ja, we zouden kunnen zeggen, het is een uitgebreide vertellerscommentaar van Livius. Want hij analyseert een beetje de situatie en zegt: ik weet niet of hij wonderbaarlijker was, bewonderenswaardiger, dit zijn comparatieves met Jor, adversis quam secundis rebus, in tegenspoed, adversis rebus, dan in voorspoed, secundis rebus. En hier komt er een hele gecompliceerde lange zin. In het boek van Hermaeon staat er ook wel een literaire vertaling neer, en daar moet je dus allerlei verschillen van opzoeken, en tussen Latijn en het Nederlands, waar dus de grammaticale structuur niet behouden is. Nou, dat is een goede oefening. Zo'n uitgebreide lange zin krijg je niet in het examen, dus dat is niet kansrijk dat je dat zo lang stuk moet bekijken. Maar het soort vragen dat je daar ziet, nou, dat is wat je ook in het examen kan verwachten. Nou, dat quid pro quo,
betekent omdat hij, en dat gaat met het werkwoord copulaverit en alles wat daar tussen staat zijn bijzinnen. Omdat hij. Cum gereret, cum met conjunctivus. Omdat hij, of terwijl hij, oorlog voerde in het land van de vijand, van de vijanden, letterlijk meervoud, gedurende 13 jaar, zo ver weg van zijn huis, varia fortuna, met wisselend uitkomst, soms winnen en soms verliezen. Terwijl, dit is een ablativus absolutus waar dus het participium niet staat, terwijl zijn leger niet zijn leger, suo exercito, niet uit burgers bestond, niet een burgerleger, maar gemengd uit een mengelmoes van vele mensen. Quibus, dat is een dativus possessivus en dat gaat met dat essent en alles wat ertussen staat, dus is onderwerp, verschillende onderwerpen, aan wie was of die hadden, kun je beter vertalen, dativus possessivus, niet een wet, niet een gewoonte, niet een gemeenschappelijke taal. Nou, dat gemeenschappelijk moet je bij allemaal alle drie de begrippen en dit voor uiteraard een tricolon, non lex, non mos, non lingua. Ze hadden niet dus een gemeenschappelijke wet, ja, verschillende volken hebben verschillende wetgeving, niet een gemeenschappelijke gewoonte, een manier van zich gedragen en niet een gemeenschappelijke taal. En dan komt er hier een soort variatie, want de drie die hier zijn met ontkenning en hier komt er dus positief bekeken een andere manier van gedragen, een andere kledij, andere wapens, andere rituelen, andere heilige zaken, bijna andere goden. Nou, en dat hij dus, omdat hij, die zo lang van huis is geweest aan het vechten, die een leger heeft, die niets gemeenschappelijks heeft, zo, met als het ware, met een zekere band, met één, uno, één met twee streepjes, zeker dan, hen heeft verbonden met elkaar, dat, en hier krijgen we een conjunctivus consecutivus, hier staat het, dat geen opstand, nulla seditia, grote hyperbaton, nog tussen henzelf, nog tegen de leider ontstond. Hoewel, cum met conjunctivus in dit geval beter vertalen met hoewel, maar terwijl mag ook. Zelfs geld, vaak geld voor een salaris en voor voedsel in het land van de vijand ontbreekt. Door het gebrek waarvan, namelijk van geld om salaris, dus om vergoeding en voedsel te kopen, tijdens de eerdere Punische oorlog, dus de eerste Punische oorlog, vele verschrikkelijke dingen commissa fuerant waren begaan, waren gedaan tussen de leiders en de soldaten. Dus, wat is hier wonderlijk? Dat het leger, dat een ratje toe is van mensen van verschillende culturen en verschillende achtergronden, toch nog en een gebrek heeft aan salarissen, ze worden niet betaald. Hoewel het een deel daarvan is gewoon een huurleger, dus niet een leger die dus staat achter het eigen vaderland. En zelfs voedsel ontbreekt, nou, dat leger toch, nou ja, bij elkaar blijft. En dat is een grote verdienste dus van de leider Hannibal. We gaan naar het tweede deel van de tekst kijken. In dit tweede gedeelte van de tekst bespreekt Hannibal, Livius, eigenlijk niets nieuws, maar hij maakt nog duidelijk wat hij al gezegd had. En dat begint met, na de vernietiging van het leger, dit is een
dominant gebruikt participium bij PPP bijvoeglijk bij executum. Vandaar dat ik vertaal ik dit als zelfstandig naamwoord en dit als een genitivus. Echter, na de vernietiging van het leger van Asterbal, Asterbal dus de broer van Hannibal, in quibus. Quibus is een betrekkelijk voornaamwoord meervoud, omdat het antecedent dubbel is, zowel het leger als de leider. Dus de vernietiging van het leger van Asterbal samen met zijn leider, want hij is gesneuveld. Waarop leger en leider alle hoop op overwinning, genitivus, objectivus, bij het spes gelegen was, was geweest letterlijk. En door zich terug te trekken in het, in het Brutische uithoek, nou dat is dus het zuiden van Italië, het puntje van de Laars eigenlijk, wat tegenwoordig Calabria genoemd worden. Concessum, hij had opgegeven in de rest van Italië, dat staat voorvertaald in jullie boekje. En hier komt een retorische vraag. Aan wie zou niet wonderlijk schijnen dat er geen opstand in het legerkamp Factum Esse werd begonnen, werd gedaan, ontstond? Niemand natuurlijk, eigenlijk. Alles gaat mis, dus je zou je kunnen voorstellen dat de mensen niet blij zijn en in opstand komen. En hier legt hij het nog eens een keer uit, waarbij dus weer dezelfde argumenten komen die we net ook genoemd hebben in het eerste gedeelte van de tekst. Want bij de overige zaken, de overige ellende, ook dit was bijgekomen. Namelijk dat nee, quidem is niet eens. Leer dat uit je hoofd voor de vertaling. Als je nee ziet en dan staat een woord en dat quidem, nou dat is niet eens. Dat er niet eens hoop was om te voeden, alleen die is een gerundium, genitivus, afhankelijk van spes, om te voeden het leger. Dit is eigenlijk een gerundieve dominant, want executus is dit ook een genitivus en het is een leidend voorwerp. Behalve uit het Brutische akker, dus wat het land waar zij zich hebben teruggetrokken kan produceren. En het akker, dat, qui het antecedent is akker, stel dat het volledig verbouwd zal worden, het akker, te klein was toch voor het voeden van een zo groot leger. Weer hier hebben we een gerundieve dominant met zijn leidend voorwerp. Een leger voeden, een leger voeden, tweemaal. Als het volledig verbouwd zou worden, staat hier, want op dat moment de oorlog had in beslag genomen een groot deel van de jeugd weggenomen van het verbouwen van de akkers. Dus nou, de mensen die vechten in het leger, die kunnen dus niet werken als boeren. En de gewoonte was er, nou ja, in situs, dat is gebruikelijk bij dat volk, om nou ja, de krijgsdienst te beoefenen, weer een gerundium, in dit geval gerundium, niet gerundium, afhankelijk van mos, door latrocinia en door rooftochten. Dus ze zijn gewend om nou ja, te stelen van de plekken rondom. En niet werd iets vanuit huis, dus vanuit Carthago, gestuurd. Hier veel aan ees, aan mesolicitis, congruëerd. En de Carthagers namelijk, bezorgd om de retinenda Hispania, weer een gerundivum dominant, over het behoud van Spanje, alsof alles in Italië goedgunstig of gunstig was.
Nou, en dat is dus inderdaad een lof voor Hannibal waard, want Hannibal heeft op deze manier nou ja, toch wel een leger weten bij elkaar te houden. Dat betekent dat hij dus een nou ja, begaafde leider was. En dat geeft hij meteen toe. Ook al staat hier wel de kritiek op het moment dat hij zegt van ja, dat leger was wel gewend om, nou, uit de slechte gewoonte, om door rooftochten in stand te blijven in plaats van nou ja, op een normale manier, dus door te overwinnen en dus zich toe-eigenen datgene wat dus tijdens de oorlog hebben overwonnen. Dit is een kort stukje. Ik weet niet hoe kansrijk is voor het examen, maar op zich is een afgebakend kort stukje waarin je ziet dus ook wel enigszins nou, een positief beeld van Hannibal, een beetje anders misschien ten opzichte van de rest, er worden hier ook zijn kwaliteiten geroemd. Dat is dit kort stukje. En snel maak ik ook de epiloog, dus het laatste hoofdstukje. En daarna ga ik kijken of het lukt ook iets van Tarentum te doen. Maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken voor morgen. Maar goed, dat zien jullie wel verschijnen eventueel. Succes met leren.